Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van woensdag 30 november. Met vandaag een bijzondere combinatie van opera en virtual reality en geld voor innovatie in de zorg. Dat straks, eerst ander nieuws. Alle kluisjes moesten vanochtend open op het Bonheuvel College en het Stedelijk Lyceum aan de wethouder Beverstraat. De twee scholen hielden samen een controle met de politie en bureau Halt. In de kluisjes werd niets bijzonders aangetroffen. Er lagen vooral schoolboeken in en jassen en tassen. Vuurwerk en andere verboden spullen werden niet aangetroffen. Bij deze controle werd er specifiek op vuurwerk gecontroleerd. Bij een controle vorig jaar werd in een kluisje een nitraatbom gevonden. De spelers van Sportclub Enschede C3 krijgen de laatste weken steun uit bijzondere hoek. BN'ers nemen filmpjes op waarin ze de spelers van het team succes wensen. En die steun kunnen ze goed gebruiken, want de eerste wedstrijden van het seizoen werden met dubbele cijfers verloren. De twee trainers van het team vroegen daarom bekende oud-voetballers en voetballiefhebbers om een filmpje op te nemen. En dus verschenen Andy van der Meijden, John de Wolf en zanger Jan Smit voor de camera. Hi jongens en meisjes van Sportclub Enschede. Ik wil jullie even succes wensen tegen SDC. Moet jullie be your best. Maak ze af. En veel scoren, veel schieten en Roos, jij kan het ook. Doe je best en score een goal voor mij. Heel veel succes. Hi, this is Billy Ashcroft, former FC 20 player. Just like to wish the under-15s from Sportclub Enschede best luck in your next game. From here to Goodison Park, Everton. Dag jongens van Sportclub Enschede, de jongens onder de 15-3 en Roos doet ook mee. Jullie spelen tegen Losser en daarom wil ik jullie heel veel succes wensen en winnen natuurlijk. Hè? En de filmpjes hebben succes, want inmiddels worden er weer wedstrijden gewonnen. Het lijkt een rare combinatie. Opera gecombineerd met drones en virtual reality. In Enschede is vandaag en morgen het nieuwe festival Tech Trip. Het festival is opgezet door de Nederlandse Reisopera, de Universiteit Twente en theatergroep Het Geluid uit Maastricht. De Tech Trip Festival is een festival die georganiseerd is door de Nederlandse Reisopera, de University of Twente en onze collega's uit Maastricht, Het Geluid. Het is een festival die onderzoekt wat de mogelijke toepassingen zijn van de moderne technieken in de podiumkunsten. En we hebben een voorstelling vanavond en morgenavond met drones. Er vliegt echt een drone tijdens de voorstelling. En we hebben een aantal voorstellingen in de Grote Kerk. Die gaan over virtual reality. We zijn met een enorm groot team, met allerlei kapiteins op één groot schip, zijn we een VR-ervaring gemaakt, samen met de opera. En het is als één fusie bij elkaar gekomen. En het is wel een heel bijzonder project geworden. Mensen krijgen een bijzonder masker op, het lijkt bijna een soort van voodoo-masker. En het staat allemaal centraal om de ademhaling tot stand te komen. Daarom heet het ook Weltadem. Hoe hebben jullie die soort animatie gemaakt? Ja, het is dus niet helemaal een animatie, het is meer een interactieve ervaring. Dus afhankelijk hoe je reageert, hoe je stem gebruikt wordt, reageert het erop. En dat hebben we met software gemaakt, Unity heet het. En door te programmeren, te animeren, te capturen van lichaamsbewegingen, komt het tot stand. Opera is natuurlijk een historische kunstvorm. Veel mensen zien het als ouderwets. Hè? En wij willen onderzoeken hoe wij de moderne technieken kunnen opnemen in onze kunstvorm, zodat wij mede kunnen bepalen hoe opera eruit gaat zien voor de volgende generaties. Ik wist niet echt goed wat ik moest verwachten, maar ze zeiden dat we een show zouden zien. Eén keer met VR-bril en één keer zonder. Maar verder was het allemaal nog een beetje geheimzinnig wat was. Je zag een zwart-witte wereld met allemaal cirkels en personen en iedere keer als je luid ging zingen, dat was de bedoeling van de voorstelling, mensen laten zingen. Als je dan luider ging zingen, dan werden die cirkels groter of kleiner, en kwamen ze hoger of lager en daardoor kreeg je een heel raar effect bij je gezang. Een hele aparte speciale ervaring wel. De Duitse treinen vanuit Enschede naar Münster en Dortmund vertrekken voortaan 6 minuten later. En daardoor kunnen reizigers die met de trein vanuit Zwolle in Enschede aankomen, de overstap nog halen. Wie nu die overstap moet maken, ziet de trein naar Duitsland nog net vertrekken en moet dan een half uur wachten op de volgende trein. Dat ongemak is vanaf zondag 11 december voorbij, want dan gaat de nieuwe dienstregeling in. De trein naar Duitsland vertrekt dan om 2 minuten over heel en 2 minuten over half. Het was een feestelijke avond gisteren in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Daar zijn een aantal projecten in de zorg beloond met een cheque. Het gaat om innovaties in de zorg, waardoor de zorg voor de patiënt verbetert.
En een van de winnaars is Anke Lenfrink. Ik heb een Pioneers in Healthcare prijs gewonnen. En dat is een prijs die je ontvangt voor een samenwerking verband tussen de UT en ons geval MST, ZGT en het Roesing. En we willen in een samenwerkingsverband met deze partijen kijken of we een technologische ontwikkeling van op het gebied van zorg kunnen aanbieden bij patiënten met in ons geval chronische longziekte en hartfalen. COPD is een chronische ziekte. Het komt met name voor bij patiënten vanaf 40 jaar en ouder. Met name als je veel gerookt hebt, dan is de kans op COPD heel groot. En de combinatie van COPD met hartfalen komt voor bij 25% van de ouderen. Ons idee is eigenlijk gebaseerd op een studie die we al hebben uitgevoerd. We hebben met gebruik van actieplannen en dagboeken hebben we gekeken naar hoeveel klachten er bij patiënten zijn met COPD. Dit is een dagboek waarop patiënten dagelijks kunnen bijhouden welke klachten ze hebben ervaren. En daarbij kunnen ze per dag dus aangeven of er meer klachten zijn ervaren van hun chronische longziekte, van hun hartfalen, van angst eventueel, van depressieve gevoelens en van andere hartziekten. We hebben een foutje ontvangen voor €50.000 en we zullen dat dan ook verdelen onder de verschillende partners die hier aan meewerken. En uiteindelijk hopen we daarmee 20 patiënten in ieder geval te kunnen includeren in ons onderzoek. We hopen het najaar volgend jaar het hele programma te testen in die 20 patiënten. En dan gaan we evalueren of het inderdaad bruikbaar is. Dus ik denk begin 2018 hebben we het dan over. Zou dit programma uiteindelijk gebruikt kunnen gaan worden. En dan nog het weer. Na een aantal dagen met nachtvorst blijft het de komende nacht boven nul. Het wordt niet kouder dan 3 graden. Morgen dan is het zwaar bewolkt. Het is een druilerige dag met een matige zuidwestenwind en overdag zo'n 8 graden. De vooruitzichten voor het weekend zien er beter uit, want we krijgen meer zon. En tot zover het TV Enschede Nieuws van woensdag 30 november. Nu het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna van eigen bodem. Ik wens u een fijne avond verder.